Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Smart Robotics onze time to market op dit specifieke onderdeel, robotisering, item picking, order picking, dat die vele malen beter is. Het voordeel voor Smart Robotics is als start-up dat wij ze een wereldwijde markt bieden. Dat we ze ook kunnen helpen met een stuk funding en we kunnen ze ook helpen als ze vragen hebben. We hebben ze niet gewoon overgenomen dat ze dat niet wilden en achteraf zijn we daar super blij mee. Dit is een veel betere constructie en klinkt misschien vreemd, het is ook voor Van der Landen de eerste keer. Ja, want wij zijn groot en machtig, bijna een beetje arrogant zou je kunnen zeggen. Dus we denken al heel snel, dachten tot nu toe, we weten het beter. Dus we nemen een bedrijf over en we gaan ze vertellen hoe goed wij zijn en dat ze ook op die manier moeten gaan werken. En deze jongens willen dat gewoon niet. Stel als je zou denken over het scenario dat we volledig gekocht zouden worden, dan wat er dan volgens mij zou gebeuren is dat wij dus eigenlijk weer een loondienst zouden komen als twee eigenaren die nu juist heel erg gewend zijn en de stap hebben genomen om ondernemer te worden. Om echt ons eigen denkwijze hierin, ons bedrijf te zetten, om het op te zetten zoals wij het denken dat het goed is. Dus daarmee zou voor ons de motivatie er volgens mij een heel stuk uitgaan. En zouden wij uiteindelijk ja, een volgende stap gaan zetten om toch weer iets anders voor onszelf te beginnen. Dus men zegt wel eens, op zo'n moment trek je de ziel uit een bedrijf. Ik denk ook daadwerkelijk dat dat dan gebeurd zou zijn. We zijn nu bezig met echt nieuwe dingen, nieuwe technologie te introduceren in de logistiek. Van der Landen is het aan het uitrollen. En dat gaat ook naar de toekomst zo blijven. Wij blijven de rol oppakken om vernieuwing te doen, snelle vernieuwingen in deze markt. En Van der Landen helpt ons om dat uit te rollen helemaal. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is dat we allebei in onze eigen kracht blijven werken. Als ik vandaag kijk naar de opbrengst van de samenwerking vanuit onze klantperspectief, dat er ongelooflijk veel interesse is voor onze totaaloplossing, maar ook heel specifiek naar dit stuk item picking wordt gekeken. We maken daarmee het verschil. Maar we leren er ook van hoe je op dit soort samenwerkingen moet structureren. We zijn er echt super enthousiast door geworden. En we hebben zelfs besloten om dat proactief te gaan doen. Je zou dat kunnen noemen scouting. Natuurlijk niet met andere smart robotics bedrijven, maar ander type technologie.